Ja, ik voel me eigenlijk niet zo goed. Maar weet je wat? Vraag het alsjeblieft aan Birdie. Birdie kan het veel beter vertellen dan ik. Hoe voelt papa? Nou, papa voelt zich uitstekend. En ik ook. Ik kan vliegen. Zo mooi. En ik kan met je spelen. Wil jij pannenkoekjes, Birdie Junior? Nee? Met chocoladepasta? Wel, toch? Met chocoladepasta wel. Wacht even. Wacht even, wacht even. Ik moet even uitrusten. Wacht. Gaat papa dood? Ik weet het niet. Misschien. Als papa dood gaat, wat gebeurt dan met jou, Bernie? Dan ga ik op reis. Ik ga heel hoog in de hemel vliegen. Eerst ga ik naar Afrika om mooie dieren te kijken. Olifant, neushoorns, leeuw. Dan ga ik naar Costa Rica. Voor de mooie groene kikkers. Waarom blijf je dan? Ik weet het niet. Lang. Maar weet je wat? Als ik heel hoog in de hemel vlieg, dan zal ik altijd aan jou denken. En ik zal af en toe langskomen. Om te kijken hoe jij groot wordt. Hoe je nieuwe tanden krijgt. Hoe je sterk wordt. Hoe goed je kan voetballen en zwemmen. Hoe je een vriendinnetje krijgt. En je eigen kinderen. Weet je wat? Ik zal Birdie Junior bij jou achterlaten. Wil je dat? Birdie Junior, wil je hier blijven? Voor altijd? Oh, Birdie Junior. Je bent zo'n lief kindje. Maar dan moet je mij beloven dat jij heel goed voor Birdie Junior gaat zorgen. IJsjes gaat eten en pannenkoeken gaat bakken. En dat jullie samen spelletjes gaan spelen en op het strand gaan voetballen, oké? En als je dan verdrietig wordt, dan zal Birdie Junior je altijd troosten en samen met jou spelen. Wil je dat? Beloofd? Nou, je hoeft niet te huilen. Birdie Junior blijft altijd bij jou.